Een gelukkige verjaardag aan Deen vanwege het Psycho Team. John, NB, R en T. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer een Nurkavond samen vieren. Ik wens je een nieuwe crashje toe voor je verjaardag en dat ze nog vele jaren mag taggen op Facebook. Bij deze van de Psycho TV Team. Ciao. We zitten nog niet van die corona af, want ik heb ook weer over dat van de persconferentie gehoord. En het ziet er nog altijd niet rooskleurig uit. We zetten dus geen daling meer in onze curve. We gaan nu terug richting een stijgende curve. Dat is niet goed. Dat is echt niet goed. Het moet dus rap gedaan zijn met dat corona gedoe. Dat ik terug mijn normale leven terug kan opnemen. Ja, eigenlijk iedereen. Dus mijn oproep is, ga u vaccineren in het vaccinatiecentrum als je echt wordt opgeroepen. Het redt levens, niet alleen jouw leven, maar ook die van jouw omstanders. Denk daar ook aan. Oh, en nu moet ik zo nodig naar de toilet. Dus dat gaan we dan ook maar eens doen. En ziet dat hier, is het aarde. Dan zijn ze hier ook nog aan het werken. Hoi. Eerst zich hier parkeren of wat? Ik weet het niet. Op Jan, op mijn bovenburen zijn plaats. Moet kunnen. Nee, geen pof. Oeh, ja, rustig. Ik heb die horen vertrekken, man. Zo, ik heb mijn auto nog eens op de parking gezet. Dat is ook eens leuk. Voilà. En dan ga ik naar boven toe. Van die toilet. Hup, 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 hup. Dan mijn woning open doen. Moet ook gebeuren. Anders loop ik tegen de deur aan. En dat willen we niet. Misschien jullie wel, maar ik niet. Oh man, ik ben op tijd. Dus ik zie jullie zelfs allemaal terug. Kijkers, jawel. Ik ben nog een hele leuke Counter-Strike Global Offensive livestream hier bezig. Hier op mijn straat zijn ze heel zwaar aan het wijken en dat horen ze ook wel op de livestream. Zo gelijk op de livestream was ook Brief aanwezig, Halfhand was er aanwezig, DJ Jean-Paul was er aanwezig, Lucas was er aanwezig. Dus kom ook gerust eens naar mijn livestream kijken en dan praat gerust zich eens mee. Ik ga straks ook, als ik naar mijn moeke ga, dus ik ga nu nog één wedstrijd spelen. Als ik straks naar mijn moeke ga, ga ik ook een mooie on-ride filmpje maken voor jullie. Tot straks allemaal. Beste mensen, ik pak jullie nog mee richting buiten, want daar is ook nog een en ander aan het gebeuren. Echt waar, wat een bedrijvigheid hier. Ook tijdens de livestream hebben jullie het gehoord. Een aan het andere camion reed er langs. Just mijn externe harde schijven nog uitschakelen. Die moeten niet continu aanblijven. Ik kom met mijn jas zo mee. Goed dat ik goede oren heb. Voilà, die ook nog goed te doen. En dan pak ik jullie mee. Ga je mee? Ga je mee op reis? Ik moet terug, want ik moet mijn was meenemen. Da-di-da-da-da. Zit hier nog iets in? Even voelen. Altijd goed voelen als je broeken altijd goed leeg zijn. Hup, zet er een. Dit gaat er ook nog in. Voilà, voilà. Dan kan ik mijn jas daar ook opleggen. En dan kan ik jullie zo meenemen. Of ik ga jullie zo leggen, dan kan ik nog tegen jullie praten. En dan kan ik subiet ook nog zeggen en laten zien wat er allemaal aan het gebeuren is buiten. Nu zien jullie allemaal mijn plafond. Schoon plafond, hè mensen. Toppie. Holy shit, auw, die pijn.
Tipping. Hoppa. Ja, en dan verlaat ik u even. Voilà, hier ben ik al terug. Hoi. Dan gaan jullie ook zien wat een mooi weer dat er buiten is. En ja, ik heb nog altijd de Psycho hoodie aan. Die is nog altijd te koop op www.psychotv.be. En binnenkort ook op 13 maart een livestream van Kraak de Kluis. Nee, jullie moeten geen tijd bom of zo daarop gaan plaatsen voor die te kraken. Maar het is met een cijferige code. Ah ja, mijn auto staat ginder. Wat ik het jullie even eens laten zien. Even jullie laten zien. Hè. Dinosaurus. En daar zijn ze ook aan het werken. Overal, man. Ze zijn overal aan het werken. En ze zijn nu ook de straat schoon aan het maken. Heel lief van hun. Dag. Oh, het is redelijk goed buiten, moet ik wel eerlijk toegeven. Nu nog even hier inladen. Hoor dat eens. Hoor dat eens, ik laat jullie nog even mee genieten. Voordat dat de timeslap begint. Ziet, die zijn ze nu aan het verplaatsen. Hopelijk kan dit nog zo beter snel uit. Allee, ik zie jullie allemaal s'avonds terug. En ik zeg, geniet maar van de timeslap. Yo. Even nog insteken. Voilà, en dan kan ik vertrekken. Oei, er is wel een camion aan het passeren. Ik hoop niet dat die daar gaat stilstaan. Dan heb ik een probleem om uit te rijden. Even mee volgen. Allee, ik zie jullie s'avonds allemaal. Geniet maar van de timeslap. Yo. En met mijn kaart toch vergeten.
ik gegeten hier bij mijn Moeke. Dankjewel Moeke om weer al heerlijke eten voor mij klaar te maken. Papa was aan het lachen. Maar, oh, staat een copyright claim. Ik heb er wel bij, mijn SD-kaartje van mijn dashcam, die ga ik nu ook insteken. Voilà. En dan kan ik 36 minuten filmen. Maar het is wel niet in 1080p kwaliteit, heb ik wel ondervonden in mijn vorige vlog. Voilà, hop, aan. Ik ben op de baan. Maar ja, ik ga met deze een on-ride filmpje maken. Dus ik zal zeggen, geniet ervan. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, want we gaan ook nog even naar de Quick en al. Dus het gaat een redelijke lange tijdstapje zijn. Zusje van de vlog, ja, ik moet het zo afsluiten, want mijn SD-kaartje was vol. En wat blijkt, bestand nummer 175929 is beschadigd en dat is een bestand van 3,9 gigabyte groot, dus dat is ook wel een redelijk groot bestand. Maar voor de rest werkt echt alles. Daar ben ik wel blij om. Het zijn hele lange timeslapjes geweest. Vandaag staat er ook nog redelijk veel op programma, dus dan kan ik dat jullie nu ook al vertellen. Dus voor de vlog van morgen, want ik heb nu de vlog van vandaag, vandaag is al de 20ste en die komt ook normaal gezien, maar ik hier nu film is eigenlijk van de 19e, dus ja, oké. Okay. Dan weten jullie dat, dus er staat nog redelijk vandaag redelijk veel op programma. Ik ga waarschijnlijk subieten al even een livestreamje doen en dan ga ik wel bezien wat ik nog allemaal ga doen. Nu eerst de vlog in elkaar steken, dat is het belangrijkste, dus dan weten jullie dat. Kom ook gerust naar de Discord server, de Discord link staat hier onderaan in de beschrijving. Ga zeker ook eens naar www.psychotv.be. Daar is ook een webshop aanwezig, daar is een donatieknop aanwezig, dus je kunt ook integraal doneren. En natuurlijk moet ik ook nog eentje toevoegen op mijn website, dat ik nu over mijn website spreek.
Want ik heb een donatie binnengekregen van Kleerkast. Een euro, yeah. Een volledige euro. Dan kijk ik ook daar nog wel in toevoegen. Voilà. Ik ga jullie nu laten, dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog of zo online is. Dus dan weten jullie dat bestand nummer 175029 is beschadigd. En daarbij is de vlog iets korter geworden dan normaal. Gelukkig is dat de laatste fragment geweest, maar het is een redelijk grote fragment. Waarvan dat ik timeslapjes aan het maken was. Mijn thuisluik was eigenlijk wel beëindigd al in Genk. En niet bij mij, hier bij mij thuis, omdat dat mijn SD-kaartje vond. Ik heb nu een grotere SD-kaartje ook in mijn gsm gestoken. Dus normaal gezien mag ik het nu niet meer voorvallen. Dan weten jullie dat. Salut!